Zo, daar zijn die we was weer. Kort en krachtig. Dat was een korte blur, song nummer 2. Dat was ook precies 2 minuutjes, geloof ik. Dat was jaren 90. Maak ze een plaatje ook altijd van 2 minuten. Ja, dat is waar. Maar anders blijft er zo weinig tijd over om te praten met Marcel. Ja, en met mij en met alle andere luisteraars die in gedachten met ons mee aan het praten zijn. Ja, natuurlijk zijn we allemaal in gedachten. En dat zijn er veel, hè? Heel veel. Dat zijn er heel veel. En waarvoor dank. Ja. Uiteraard. Hey, we zijn bij het volgende item aangekomen. Nakpraat Grabbelton nieuws. Oh, wacht even. Ik heb hem. Ja. Oh ja. Ja, daar is hij. Hij zit in Grabbelton. Zo, gevuld ik uitzien. Zie volgens mij, even tellen, 1, 2, 3, ik zag een Feyenoord logootje, kan dat? 4, 5, 5 items. Oké, goed zo. En, goed zo, goed geteld. Ja, laten we eens beginnen. De bovenop ligt hier eentje met een Feyenoord logo, zag ik net. Ja. En dat gaat over Feyenoord NAC. Ja. Dat is zaterdag 23 september mogen we weer naar de Kuip. Ja. En in Rotterdam vinden ze het altijd leuk, want zeggen ze altijd te winnen tegen NAC of zo, hè, of zoiets. Ja, zoiets. En daar zijn wij niet zo blij mee. Elke keer als wij daar winnen, die paar keer, paar schamele keren, dan schijnt dat niet voor de Eredivisie statistieken mee te tellen. Nee. Dus net als vorige week ook, toen wonnen we in de Kuip van Jong Feyenoord. Ja, dat is Jong Feyenoord, hè. Dus, ja. Een heel ander iets. Het dus telt niet mee. Dus we kunnen het wel, behalve als het echt omdraait. De laatste keer was in de play-offs, hè? Ja. Europees voetbal, telt ook niet mee. Die 4-0, dat is een compleet andere competitie, zeggen ze dan de herenstatistieken. Dus die vinden we nergens mee terug. Dus staat dit nog die formale duiden 0 bij het aantal overwinningen in de Kuip van NAC. Ja, moet je goed zeggen, in het betaalde voetbal. In het betaalde voetbal, hè? Vanaf 1954, 1955. Ja, zoiets. Daarvoor hebben we daar wel gewonnen. 1900 lang geleden. En daar gaan we elk jaar weer proberen veranderingen te brengen. En dat proberen we te doen door bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de Kuip. Ik wil niet iedereen demotiveren, maar... Wie wil daar naartoe eigenlijk? Meestal is het zo, hoe spannender we het voortraject maken, hè, de opbouw en spannend maken, hoe teleurstellender het resultaat. Hè? Ja. Ja. Vaak wel. Ja, nee, maar we proberen altijd, we doen de poging in ieder geval. De poging wordt gedaan door de Brede Loco's, want die hebben een actie op touw gezet. Die zijn namelijk in het voortraject na deze wedstrijd, hè, dan is er altijd een voorgesprek, een vooroverleg met het lokale driehoek van Rotterdam en Breda en clubs, noem maar op. U kent dat wel, de lokale driehoek. De lokale driehoek. Ja. En met als insteek zoveel mogelijk mensen mee te kunnen nemen naar Rotterdam. Ja. En er is eerst geprobeerd om dat met de treincompagnie te doen. Nou, er zaten zoveel praktische ongemakken en dat was gewoon haast niet mogelijk. Ten eerste begint het al in Breda, het station Breda is er blijkbaar ook niet voor geschikt om zoiets te faciliteren. Ik kan me nog wel vroeger herinneren dat tegenover het café zo op de eerste perron. In moest vanaf stappen. Ook de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. Bekerwedstrijd in de winter. Zaten er meer NAC-supporters als Feyenoord-supporters in de Kuip? Dat kan ik me nog wel herinneren. Volgens mij de laatste keer dat we naar Feyenoord zijn gaan met de trein, dat is nog een pakweg 10 jaar geleden, denk ik. Lang geleden. Ja. Ja, we zijn nog eens een keer, ik kan me nog een keertje naar de Excelsior in de Kuip herinneren. Ja, waar ik het over heb, was speelde Kuit en Kalu nog samen. Oh, oké. Samen. Ja, sneeuwballenwedstrijd, waar het op een afloop genoemd. Fantastisch. Maar dat was in januari. Ja, dat klopt. Dat was een bekerwedstrijd. Ja, helaas. Maar die trein gaat helaas niet door. Maar de bus, gaan we maar met de bus. En de auto, hè. Er mogen 75 man met de autocombi. En dat zijn de Uitkaart Plus houders. Ik ben nog niet helemaal uitgehaald wat ik ga doen. Want ik ben natuurlijk ook, ik heb ook weer een brede Locus pet op. Dus ik denk dat ik word geacht om in de Locus bus plaats te gaan nemen. Dus ik denk dat ik mijn kaartje niet ga verzilveren, maar puur voor de bus ga doen. Maar dat wordt extra aantrekkelijk gedaan. Even to the point, want de Brede Loco's hebben al in samenwerking met NAC al een tal van sponsors bij elkaar gekregen. Aha. Om de eerste zoveel aantal bussen te sponsoren. Dat in ieder geval de reis ernaartoe in ieder geval kosteloos is. Dat je dus alleen nog een kaartje hoeft te betalen. Dat betekent dat je de eerste 300 kaarten worden verkocht voor een bedrag van €16,80. En voor de Uitkaart Plus en €18,80 voor de overige supporters. En dat is natuurlijk geen geld. Dat is niet duur. Nee, en ik verwacht ook dat die eerste 300 kaarten als een sodemieter uitgaan natuurlijk. Ja. En dan is natuurlijk wel het volgende. De volgende 300, 500 kaarten. Ja, die willen we ook voor dezelfde prijs natuurlijk zo goedkoop mogelijk doen. Als het kan wel. Dus betekent dat het voor die bussen moeten er ook nog sponsors worden gevonden. Het leuke is voor die sponsor in ieder geval, je komt prominent in beeld, benoeming op de bus. Je zit in de bus van die en die sponsor. En je verwerft zo meer naamsbekendheid. En ik denk dat dat heel aantrekkelijk is voor een sponsor. Denk het ook. Benoeming op diverse sites, noem maar op.
En zo dragen we allemaal bij aan een mooie eenheid in het uitvak. En hopelijk kunnen we dat eindelijk die overwinning brengen. Hoe kun je als sponsor je aanmelden, Leon? Ja, dan kan je natuurlijk contact opnemen met de Breda Logo's via info@bredalogos.nl. Kijk. Er zijn al tal van sponsoren hen voorgegaan. En we wilden het uitvak vol. Er kunnen totaal 1200 man in dat uitvak. Ik moet zeggen, de voorzet van Marcel was uitstekend. Ja. Jij hebt hem ingekopt. Ja. Dus we staan volgens mij al met 1-0 voor in de Kuip nou. Ja, ze zit al te bibberen aan. Ja, ik denk het ook, ja. Die Kuip die staat al te beven daar. Ja. Dus dat is. Ik denk dat we daar een heel mooi feestje van gaan maken. Dus laten we dat vooral zo doorzetten. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, iets met Jelle. Wie weet daar meer over? Ik niet. Nou, volgens mij is de bedoeling dat Jelle nog een cadeau aangeboden gekregen zou hebben. Ja. Naar aanleiding van het afsluiten van zijn carrière bij NAK. Ja. En uiteindelijk is het zo dat een zeer geëmotioneerde en met tranen in de ogen ontvangen keeper eigenlijk een cadeau kreeg. Ah. Waarin hij het mogelijk was om in ieder geval een aantal Bredaanse kinderen, wiens ouders het niet al te breed hebben, in staat te stellen om gratis te laten sporten. En ook thuiswedstrijden van NAK uiteindelijk te bezoeken. Dus dat is het doel. En dat die stichting, ik ben even naam de origineel bij kwijt. Samen voor NAK. Samen voor NAK heeft dat gedaan, inderdaad. Die heeft dat dus aan Jelle ter beschikking gesteld. En hij gaat dus zijn naam dragen om uiteindelijk de minder bedeelde kinderen ook te laten sporten en van NAK te laten genieten. Nou, dat is heel goed initiatief. Een goed doel. En daar gaat dus heel wat geld opgebracht worden. Gaat nog eens een keer bekend mogen gemaakt. Hè? Daar gaan ze een half jaar over doen, als ik het zo zie. Maar eigenlijk heb je nou een primeur te pakken. Oh. Want we zijn dus gedegradeerd omdat die Jelle tranen en zo gehad. Oh, ja, ja, inderdaad. Ja. Godverdorie. Een beetje te veel zout is over. Ja, was dat het? Ja. Vermoedelijk. Maar in ieder geval is het ook nog zo dat bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op 24 december wordt de opbrengst van de acties, onder andere loterijen, sponsorgelden en allerlei andere zaken, wordt bekendgemaakt wat Jelle's Army heeft opgebracht. Aha. Nice. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Moet je ook zo huilen, Jan? Ja. Ja, ik ben. Ik heb. Ja, ik tranen met uit, heel ik ben nog een boeket aan het samenstellen. Gewoon, die is zo groot aan het worden. Goed zo. Nee, want, nee. Waarom? Nee. Er zijn wat aardverschuivingen plaatsgevonden, natuurlijk. Ja. Niet in de Nostradamus. Niet in de Nostradamus competitie deze keer. Daar hebben we het straks niet over. Dames, blijf luisteren. Daar gaan we het straks niet over hebben. Want het gaat over de clubraad. Clubraad. Dan moeten we even officieel zijn. Er waren natuurlijk. Dat is een bestuur. Er zit een. Penningmeester en secretaris, maar ook een voorzitter. En de voorzitter heet Sander Rademaker. Die heeft hij ooit in de studio gehad. Ja, die heeft ooit in de studio. De aankondiging, dat heeft toen destijds had hij het stokje overgenomen van wie was toen de voorzitter? Sjoerd van Vessum natuurlijk. Ja, tuurlijk. En Sander Rademaker had destijds samen met zijn medebestuursgeleden de taak opgelegd gekregen om vooral het herstructureren van dat clubraadorgaan. Ik vind het echt zo'n itempje wat voor het Polygoon-journaal is. Ja. Weet je, als een afstemming van per 1 september tegen Sander Rademaker teruggetreden als voorzitter van de stichting Clubraad NAK. Meneer, welkom, Geert van Poppel. Hoezee. Nee, inderdaad, Geert van Poppel die gaat het stokje overnemen. Die zit al een hele poos in de clubraad. Misschien, ik weet niet of dat hij het net zo lang gaat volhouden als Sander Rademaker. Die zat al toch wel pakweg al 8 jaar in de clubraad. Van de laatste 3 jaar als voorzitter. Dat is een hele kluif. De taak is volbracht van Sander Rademaker. Het is geherstructureerd. Dus een heel andere samenstelling, een heel andere structuur van de clubraad. Dat het meer is gericht op bepaalde disciplines van wat iemand kan. In plaats van dat er daadwerkelijk een vertegenwoordiging is van ieder vak, zeg maar. Taak aan Geert om dit voor te zetten. Dat betekent trouwens wel, Geert van Poppel is dan nieuwe voorzitter. Maar daar komt wel een plekje vrij, want Sander Rademaker treedt in zijn geheel terug. Komt er een plekje vrij? Dus ze zoeken iemand. Ze zoeken nog iemand. Jawel. En ik heb het idee, als ik zo het formuliertje erbij pak. De clubraad is over alle dankspots en strikt en blablabla. Wie zoeken we? Ja, daar komt hij. We zijn op zoek naar een onafhankelijk kandidaat die plaats wil nemen in het dagelijks bestuur. Hoewel het geen vrijwillige functie betreft, is het zeker niet vrijblijvend. Hey, niet vrijblijvend, hè? Dus je moet wel elke keer opkomen dagen. Maar dan gaan we al de fouten, hè? Ja.
Ja. De clubraad, althans. Hij lijkt vooral verstand te moeten hebben van communicatie. En ze zoeken op een communicatievlak iemand. Oh. Dus er moet iemand goed kunnen babbelen. Als supporter ben je trouwens niet onafhankelijk. Nee, dat kan niet. Dat is niet. Raar. Nee, ja, je moet eens onafhankelijk. Ja, maar je moet ook geen belangen dienen van, oh, ik ben een sponsor en ik vind, dit een goed idee van die sponsor. En dan heeft mensen in mijn belangen of zoiets dergelijks. Klopt. Dus en diverse supportersgeledingen zijn al vertegenwoordigd, zoals Stichting Vak G, Stichting Brede Locus en de supportersvereniging. Dus daar moet je niet lid van zijn, want die zijn al vertegenwoordigd. Dus anders is trekt het hele verhouding scheef. Maar hoe ga je daar lid van worden? Stuur je je motivatie, je sollicitatiebrief met motivatie uiterlijk 15 september. Dat is volgende week volgens mij al, hè. Van dit jaar 2017 naar info@clubraad.nl, clubraadnak.nl moet ik goed zeggen, anders komt hij niet aan. En dan word je misschien wel op een gesprek uitgenodigd, wie weet. Kijk eens aan. Dus, weet jij wie er in de benoemingscommissie zit? Dat is deze grote meneer hier links tegenover mij. Onze Marcel van Es natuurlijk. Nee, volgens mij is die meneer rechts naast mij. Ja, ja toch, rechts naast jou. Oké. Okay. Nee, voor de kijkers, rechts. Voor de kijkers, rechts. Je hebt een goede mening daarover, denk ik, Marcel. Wat de clubraad nodig heeft. Absoluut. En, dat is in goede handen bij jou. Nee, laten we even de clubraad voor wat het is. We gaan naar Afrika. Oh. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ja, want daar is Thomas Atjepong, onze kerstverse international, is goed bezig. Atjepong, alias de zwarte hamster. Ja, iets met, ja, zoiets, ja. Verzin je die nou letterlijk gelijk, of is dat echt daadwerkelijk zo? Correct. Hij heeft korte mouwen aan vandaag, daar komen ze erin uit vallen. Ja. Hij schudt ze zo uit de mouw. Er is een groepje op de Eftelbine wat man zo noemt. De zwarte hamster. Ik heb wel eens een keer een YouTube-film gezien waar een hamster op een brommer zit. Dat klopt dus wel. Dus Atje Pong die springt wel eens op zijn brommer. Oh, daar gaat hij weer op zijn brommer. Dan pakt hij de bal mee en maait hij er tussenuit naar de achterlijn. Ja. Maar dat doet hij dus in Ghana ook, want afgelopen vrijdag kreeg hij een half uur speeltijd. En dinsdag speelde hij voor Ghana een hele wedstrijd in de WK-kwalificatieduel tegen Congo. Hij wordt wel steeds zwarter, want hij gaat van de Yellow Army naar de Black Stars. Ja, de Black Stars, hè? Dat klopt, ja. Nou, als hij maar weer een beetje vergeeld terugkomt. Dan, pas op wat je zegt. Nee, maar dit is letterlijk, staat hier. Ze heten de Black Stars. De Black Stars. Wat dat betreft zeg ik niks verkeerd. 1-5 gewonnen van Congo staat hier. Het altijd lastige Congo. Het altijd lastige Congo. Inderdaad. Nou, we zullen eens gewoon...